Laat ons beginnen met een hypothese-toets voor een mu met een gekende variantie. Dus we gaan een, een statistische vraag hebben op het gemiddelde van de populatie. En we veronderstellen dat onze variantie, dus dat sigma kwadraat, gekend is. En kijk eerst naar een tweezijdige toets. Dus in een tweezijdige toets is de nulhypothese mu gelijk aan mu0 en de alternatieve hypothese mu is verschillend van mu0. Bij het beantwoorden van een vraagstelling gaan we er altijd van uitgaan dat h0 waar is. Dus we veronderstellen. Dat de nulhypothese waar is om te beginnen, en dan gaan we proberen aan te tonen dat het effectief niet zo is, dus dat de alternatieve hypothese gekozen moet worden. Dus we veronderstellen dat de nulhypothese waar is, dus we veronderstellen dat mu effectief gelijk is aan mu0. Dus als die nulhypothese waar is, weten we dat het populatiegemiddelde mu0 is, en dan kunnen we kijken naar onze z-waarde, dus het gemiddelde x bar min mu0 gedeeld door sigma over wortel n. Die volgt dan een standaard-normale verdeling. Belangrijk is om hierbij aan te duiden dat dit geldt onder de nulhypothese, dus we gaan deze notatie toevoegen. Uh, dat erop duidt dat de veronderstelling van normaliteit, dus normaal verdeeld met gemiddelde 0 en variantie 1, geldt onder de assumptie van een ware nulhypothese. Dus als de nulhypothese waar is, dan verwachten we dat mu gelijk is aan mu0 en dus dat die afwijkingen die Z-waarde beperkt gaan zijn dus dat het verschil tussen X gemiddeld en mu0 klein blijft en dus dat onze Z-waarde ook klein is. Dus H0 wordt heel onwaarschijnlijk van zodra dat we in de staarten van de normale verdeling komen dus van zodra dat de absolute waarde van die Z heel groot wordt. Dus als de absolute waarde van Z groot is, wil dat zeggen dat er een groot verschil bestaat tussen het steekproefgemiddelde X-bar en de veronderstelde Populatiegemiddelde van Mu0, dus onder de nulhypothese, hadden we gezegd Mu is gelijk aan Mu0. Absoluut waarde van Z is groot, dus er is een groot verschil tussen wat we zien in de steekproef en wat we denken dat echt waar zou moeten zijn onder de nulhypothese. Bij gevolg, omdat er zo'n groot verschil is, is het eerder aannemelijk dat de nulhypothese niet waar is en dus zouden we de nulhypothese gaan moeten verwerpen. Als we dan terugdenken aan onze tabel, dan weten we dat het significantieniveau alpha. Dat is de kans, de maximale kans die we hebben om de nulhypothese te verwerpen als die effectief waar zou zijn. Dus alpha komt overeen met de kans, de maximale kans voor de twee roodgekleurde staarten. Dus wegen symmetrie gaat er links en rechts uh, alpha over 2 zijn, en dan in het centrale stuk, in het groene stuk van de tekening gaat 1 min alpha uh, procent kans zijn. We weten reeds dat de waarden die daarmee overeenkomen de kwantielen zijn, dus z1 min alpha over 2 en Z van alpha over 2, die overeenkomt met min z1 min alpha over 2. En dus de kans dat z tussen die twee kwantielen ligt, is 1 min alpha onder de nulhypothese. Dus gegeven dat de nulhypothese waar is, geldt dat die kans 1 min alpha is. En dus kunnen we hiermee een beslissingsregel opstellen. Als de z-waarde die we vinden in het centrale deel ligt, in het deel met een kans van 1 min alpha, gaan we de nulhypothese niet verwerpen, omdat de waarde van x -bar, dus de steekproefwaarde dicht genoeg bij onze theoretische waarde mu 0 ligt. En uh, omgekeerd, als die waarde van z te groot wordt, dus het verschil tussen ons steekproefgemiddelde en de veronderstelde populatiegemiddelde te groot wordt, dan zitten we in de staarten en dus gaan we wel de nulhypothese verwerpen. Het groene gebied noemen we het aanvaardingsgebied en het rode gebied noemen we de kritische zone. De test zelf wordt de z-test genoemd omdat we gebruik maken van de z-waarde. Dus een z-test is een test voor een populatiegemiddelde, mu gelijk aan mu0, onder de hypothese dat de variantie gekend is. Wanneer we dan de nulhypothese verwerpen, dan zeggen we dat het effect significant is. Dus het verschil tussen onze steekproefgemiddelde en onze verwachte populatiegemiddelde is significant. Als we niet verwerpen, zeggen we dat de test niet significant is of dat het verschil niet significant is. Naast de tweezijdige test is er dan ook de eenzijdige test. Hier testen we mu gelijk aan mu0 en als alternatieve hypothese we kiezen voor de rechtszijdige test bijvoorbeeld mu groter dan mu0. Dus merk op mu groter dan mu0 of mu groter of gelijk aan mu0 blijft hetzelfde omdat we toch werken onder de nulhypothese met een normale verdeling wegens de, ofwel de centrale limietstelling ofwel omdat onze data normaal verdeeld zijn. We gebruiken dezelfde statistiek z, dus z is nog altijd x gemiddeld, dus gemiddelde, min -mu0 uh, gedeeld door sigma over wortel n onder de nulhypothese. Maar nu zijn we niet meer geïnteresseerd in een verschil met mu0, maar alleen in waarde groter dan mu0. Dus we veronderstellen of we hopen dat er een sterk positief effect is, en we gaan dat sterk positief effect proberen te ontdekken. Als we dan opnieuw de verdelingsfunctie bijhalen, zien we eigenlijk dat we geïnteresseerd zijn in waardes, mu-waardes, die veel groter zijn dan mu0, of in uh, het, het zoeken van steekproefgemiddeldes die veel groter zijn dan mu0. Dus voor de alternatieve hypothese om waar te zijn, gaat x-gemiddeld, het steekproefgemiddelde, veel groter moeten zijn dan de veronderstelde uh, populatiegemiddelde mu0, en dus gaat z een heel grote waarde moeten zijn. Bij gevolg gaan we kijken naar de rechterstaart van de verdeling, dus we gaan zeggen dat we kijken naar de rechterstaart om de alternatieve hypothese te ontdekken. In dat geval, omdat we een significantieniveau van alpha hebben, gaan we willen verwerpen met een kans alfa en opnieuw niet verwerpen met een kans 1- alpha. Dus de, de kans aan de rechterkant van de lijn, de roodgerzeerde kans gaat alpha zijn. En de linkerkant gaat 1- alfa zijn. Dus we gaan die alfa niet meer verspreiden over de twee kanten, maar we gaan die vastleggen aan de rechterkant in dit geval. Het kwantiel dat hierbij hoort, is dan Z1- alfa. En onder de nulhypothese gaat de kans dat z kleiner is dan die kwantielwaarde gelijk zijn aan 1-alpha. Bij gevolg gaan grote negatieve waarden voor z wel toegelaten zijn, omdat daar x-gemiddelde, het steekproefgemiddelde gemiddelde, niet groter gaat zijn dan de mu-nulwaarde. We hebben dus opnieuw een, een aanvaardingsgebied, het gebied in het groen. Daar gaan we de nulhypothese aanvaarden. En een, een kritisch gebied, het gebied waar de nulhypothese gaan verwerpen, het rode gebied. Dus we verwerpen H0 niet als de z-waarde kleiner is dan mijn Z1-alpha kwantiel. En we gaan wel verwerpen als het groter is dan Z1-alpha. Dus tussen Z1-alpha en plus-oneindig verwerpen we de nulhypothese. Tussen min-oneindig en Z1-alpha gaan we de nulhypothese niet verwerpen. En dan de laatste situatie is een links eenzijdige test. Die is eigenlijk identiek dezelfde redenering, maar we hebben daar een omgekeerde situatie. Dus we testen mu strikt kleiner dan mu 0 En dus gaan we kijken naar een kwantiel z van alpha of min z van 1 min alpha. En alles wat links daarvan ligt, gaat in de kritische zone liggen. Dus daar verwerpen we de nulhypothese. Alles wat rechts ervan ligt, ligt in het aanvaardingsgebied. Dus drie opties voor een z-test. We hebben een z-test voor een tweezijdige toets, voor een links eenzijdige toets en voor een rechtse eenzijdige toets. De z-test we hadden verondersteld dat onze data normaal verdeeld zijn. Als die niet echt normaal verdeeld zijn, hebben we nog altijd de centrale limietstelling die gaat zeggen dat het uh, steekproefgemiddelde bij benadering normaal verdeeld is, en de z-toets zal dan nog steeds op dezelfde manier gebruikt kunnen worden.